Op YouTube's! Welkom back bij een nieuwe video! Zoals jullie kunnen zien, het is vandaag heerlijk weer. Ik denk dat het een graadje of 24 is, dus de zomer is echt in Nederland. Het is niet te warm, maar het is ook zeker niet te koud. Jullie zien het, korte mouwtjes. Ik heb wel een lange broek aan, want vanmorgen was het nog eventjes fris. En we zijn onderweg naar Bucks Music Shop op de James Wattstraat in Amsterdam-Oost. Ik wil een nieuwe microfoon halen. En ik wil eigenlijk een nieuwe helmet setup in zijn geheel. Reden daarvoor is, deze helm is alweer een paar jaar oud. En dit is de RFA 10. Ik heb ook het nieuwe model, de RFA 11. En ik vind het toch een stukje prettiger, dus ik wil over gaan switchen naar die helm. En dan wil ik gelijk gaan kijken voor een iets betere microfoon. Gewoon dat de algehele kwaliteit wat beter wordt. Want deze helm heb ook geen kinflapje meer, die ben ik kwijt. Dus hij is wat meer winderig als die andere. Dus we gaan even kijken daarop. We gaan het maar even uitproberen. Het is een Philips microfoon. Ik zal hem zo meteen even laten zien op mijn telefoon. Kost 20 euro, dus ik dacht ja, voor die 20 euro kunnen we het in ieder geval proberen. Want wat ik nu erin heb zitten is ook een microfoon van 20 euro die ik gewoon in het begin heb gehaald om te kijken van oké, is het wat, we gaan het gewoon proberen. Maar ja, die gebruik ik eigenlijk nog steeds. Dus ik denk dat de audio kwaliteit wel een stukje beter kan. Volgende moet ik hebben. We gaan binnendoor. En als we dan van Bucks Music Shop komen, dan gaan we, ja jullie geloven het niet, eindelijk. Gaan we even naar Biker Outfit in Noord en dan gaan we even kijken voor een paar nieuwe handschoenen. Als ze wat hebben hoor. Anders ben ik toch bang als ze niks hebben daar, wat ik ben best wel specifiek met handschoenen, dat het toch Dainese wordt. Dainese heeft ook wel heel mooi spul hoor, kwalitatief. Ziet er ook gewoon goed uit. Lekker hoor, wat een weertje. Bompert daar zo. Wat een bompertje. Oh, even afkoelen in de tunnel. Het scheelt gewoon 1 of 2 graden hier dan. Pas je op. Wat een choppies hè. Ah nee, daar is de Ibbehuis weer. Wel nog een ding, het geeft mij slecht weer. Nog eentje, wat een mafkees. We willen normaal of zo, man. Eigenlijk hadden we gewoon die chicken run moeten doen van Too Fast, Too Furious. Gewoon op elkaar af zo. What the? Good move, kid. Let's see if you got the balls. Come on. Kunnen jullie wel een beetje ruimte maken, want ik wil hier toch zeker wel tussendoor. Dankjewel. Zeg je die mond? Motor. Something, something, motor. Blijf je wel even daar staan, GGD. Ja, jongens, kom op, een beetje ruimte maken. Voor de baas. 9-11 Carrera. Nice. Goedemiddag! U heeft zeker geen broodje grillworst bij, hè, zonder kaas? Nee, niet bij me. Nee, jammer dan. Fijne dag! Nee, geen spreken. Mossel! Wat een baas. Dit is de eigenaar van Slagerij Vet, waar ik altijd kom, op de Zeedijk. Ga ik altijd een broodje grillworst halen. Zit hij lekker te toeren in zijn Porsche. Lekker hoor. Mochten jullie echt een lekker broodje willen op de Zeedijk, Slagerij Vet, heb ook de legendarische broodjes Zeedijk. Wat een baas, jongen. De man is ook helemaal gek van auto's. Mooie Porsche heeft hij. Zijn zoon is ook gek van auto's. Die werkt ook daar in de slagerij. Ze vragen ook altijd aan me, hoe is het met je rijbewijs? Ja, nog bijna heb ik hem. Bijna heb ik hem terug. Kijk die Maybach dan. Boe. Lekker hoor hé. Ik zou hem wel gelijk inruilen en een paar bikes ervan halen. Oh, wat een bak hé. Uiteraard met chauffeur hè, want dan ga je niet zelf in rijden. Alleen Hugo Broers vindt het minder dat, dat ik naar de slagerij Vet ga. En hij zegt iedereen moet gewoon de normale prijs betalen en die smeres die krijgen gewoon korting bij Vet. Dus hij zegt je moet niet meer naar Vet gaan, je moet naar Vincent gaan, die is veel beter. Omdat Vincent geen korting geeft aan de smeres. Wat een man jongen, geweldig. Is het Volvootje achter ons? Want hier is het politiebureau.
Het zal toch niet? Dikke Ducati. Pompert. Pompert. Zeg eens te staan. Tiefers leid. Alleen mijn vuile sokken. Ik ga wel even in de schaduw parkeren, want die bike is warm, G. Ga maar, draai eens. Bax Music Store. En more. Of niet? Nee, gewoon Bax Music Store. En Fomer. Oké, okay, zo terug. Even een mic halen. Alright fam, nou, ze hadden het niet op voorraad. Dus ik dacht, ja, ik kan het wel hier gaan vragen. Maar ik kom binnen, ik loop 5 minuten door die winkel heen. Er is gewoon niemand die even naar je toe komt van, kan ik eventjes ergens mee helpen? Dis ik dacht, weet je wat, ik bestel hem wel op internet. Bol.com zag ik, Coolblue. Dus het is allemaal heel erg snel binnen. Dus dat gaan we vanavond maar even doen. Dan gaan we nu richting Biker Outfit in Noord. Ik denk dat we maar lekker over de snelweg gaan, want het is me toch een partij warm, jongen. Niet normaal. Trouwens wel even rustig reizen op de Gooiseweg, want mijn grapje is vorige week zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Om 5 uur 's ochtends op de Gooiseweg. Wat is dit dan opeens elke keer? Een hele streep teringzooi over de weg heen. Oh ja, krijgen we zo meteen die leuke bocht met die hobbels erin. Zo top. Weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon hier staan en ik knal gewoon iedereen eruit. Hop, hop, het. Het zandvals. Lekker chop, pop, pomperos. Hier is bocht. Wap. Hier is het eerste hobbeltje. Hoppa, hier is het tweede. Hoppa, hier is file. We gaan gewoon binnenkant. Hier is het derde. Hoppa, oh jezus, is er echt file? Dat meen je toch niet? Zeker richting Almere. Tyfus Almere. Je kan me er wel niet tussen willen laten met je busje. Maar nou tango een boodschap daaraan. Ik ga nog eentje opschuiven hoor mensen. Just so you know. Mijn waarschuwingslichten aan. Ik ga er gewoon tussendoor lang. Niet zoals in die video's op internet met 120. Want dan ben je echt niet helemaal wijs. Deze fucking micro. Wat doe je? In je piskleur. Misschien moet ik je telefoon ophangen bij de hand. Dan kan je wat zien. Taxi ook helemaal in het midden. Jongen, jongen, jongen. Wat doe je allemaal? Pompert. Hij heeft haast, maar hij kan nergens naartoe, ken je dat? Dat meen je niet, die file is gewoon naar Noord toe. Rot op echt. Ben je allemaal aan het doen, gap, met je baardje? Ga hout hakken of zo, man. Oh, dit meen je niet, de Koentunnel is dicht, daarom is dit. Tering, dikke akkoord S. Nou, dan ga ik zeker, zeker bij Eiburg eraf en binnendoor. Bimmerman in een Audi, oké. Okay. Had ik niet verwacht, maar. Tering, dit is saai, zeg hé. Ik hoor het wel een beetje bruin worden zo. Kijk eens. Lekker kleurtje. Pompert. Kijk, dit is even lekker. Beetje frisse lucht. Misschien dat ik zo meteen wel even over die dijkjes zo een beetje terugrij. Dat ik dat even roggel. Kijk dan, die mensen wonen ook mooi hoor, hier langs het water. Tering. En daar ligt Durgedam. Dit is helemaal niet te betalen. Want je ziet het, hier is Amsterdam, daar ligt Durgedam. Maar het is toch een apart dorpje. En met een uitzicht over het water, ja. Want dat ding hier, zie je die vrachtwagen gaan? Dat is de ingang van de Zeeburger Tunnel. Waar we dus net niet in zijn gegaan. Voor de mensen die niet uit Amsterdam komen en die het niet weten. Je moet niet wijten, jij wijt het. Je moet het wijten. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Dit is een andere trein. Loco locomotief. Loco locomotief. Zou je achter de box zijn? Laat ik maar even oppassen, want de laatste keer dat ik dat zei, nou, jullie weten het wel. Fuck off, rijdt het nou weer hier, hoor? Krijgt de tering. Nou, dan ga ik toch wel de snelweg op, hoor, zo. Er is gewoon niks meer. Kanonnen. Het zal zeker iets in de tunnel gebeurd zijn, of zo.
Dit naar rechts komen met je Opeltje, dankjewel. Toppers! Dit is voor Pompert. Pompert! Squad! Lekker Pompert, lekker! GTD wordt ook mee? Ja, ga chill even met je GTD. Ik heb allemaal steentjes op mijn armen. De security helemaal weer lekker wachten. Dan moet ik hier eraf. Hoop ik alleen dat we nog even langs deze Peugeot 1007 kunnen. Lekker man, lekker man. Wat een Pompert hoor, die oude is de C-Max. Ongelooflijk, Pompert. Ik ga daar ook zeker niet achter staan wachten. Oké, okay, biker outfit. Laten we hopen dat jullie een paar mooie handschoentjes hebben die ik wil. Alright, biker outfit. Gaan we even koekeloeren. Alright fam, check out die verse nieuwe handschoentjes. Alpine Stars SMX2. Heb ik nou mijn sleutels gelaten in mijn broekzak. Lekker hier. Deze boys komen ook even langs. Even Scala Rider halen, communicatiesetje. Even chillen, kijk ook naar mijn video's. Dope boys, gezellig. Toen kwam deze man nog eventjes aan met zijn Z1300 zescilinder. Wat een beuker. Het zijn dezelfde die laatst bij de Mega Motor Treffen waren. Dikke, dikke zespitters. Pompert! Oh, wel weer even wennen hoor, nieuwe handschoenen. Woe! Deze moeten we weer eventjes soepeltjes gaan maken. Maar wel dope. Deze zijn niet helemaal van leer, stukje stof. Carbonen knokkels. Niet helemaal de sluiting die ik wou, maar... Nou, top, korte handschoenen, altijd lekker. Dan gaan we maar richting huis. Want het wordt een beetje bewolkt en het begint af te koelen. Dus ik denk dat het zo gaat regenen. Zo ben ik, weet je. Hoor eens even dikke power, poppers! We gaan maar even lekker een rondje binnen door de Noord maken. En dan gaan we het dadelijk afsluiten. Stikke patas jongen op die Mini Cooper. Ga het dak erop nog even erin gooien, boys. Ik heb geen supermotor. We'll figure it out. Ik kan poppen dan met die GS, jongen. Maar naar Oostzaan gaan we nu naartoe. Oh, jongens, als we hier geflitst worden. Doe maar rustig, doe maar rustig. Een lekker rondje dit. Mooie huis hoor, ik zou hier wel willen wonen. In Oostzaan. Met z'n boys zijn gek jongen met die 125. Niet dat ik het niet bij kan houden, maar het is dat ik het niet bij wil houden zo hard door de dorp heen. We zijn nog jong, ik snap het wel. Asociaal volk, hè, die motorrijders. Oh. Die verschouwen je wel niet. Niet normaal, man. Niet normaal. Laten we. Ja, ben ik blij met mijn nieuwe handschoentjes. Echt top. Die oude waren echt passen. Kijk dan, is toch netjes. Nice one. Ze gaan ze wel lekker die handschoenen. Oh, DC2 Type R. JDM Import, stuur rechts, dik hoor.
Hoe vaak zie je nog een DC-tour rijden? Niet zo vaak. Oh, lekker hoor, zo even rijden. Zullen we een klein blokje maken nog dan? Voordat we naar huis gaan? Die honden zijn niet al te vroeg uit geweest. Het is 5:15. Oh, wat zullen we doen? Oké, okay, we doen een heel klein blokje honden. Eikel, met je golf. Je kan ook gewoon nog even in die rechte baan blijven. En daarna pas opschuiven. Eikel. Ja, ga jij naar rechts? Mooi, dan ben ik er tussendoor. Nope, ja. Fuck off. Gewoon weet wel dat er hele file is hier. Ja, Marcel, ik ga zeker naar rechts hier. Later. Ik weet niet wat hier rechts is, maar ik ga er gewoon naartoe. We zien we wel. Oh, lekker bochtje gelijk. Oeh. Goeie doordraaier, hé. Dit is nog niet alleen naar het tankstation toe, hè. Nee, zie, het loopt gewoon een weg hier, hoor. Lekker grap. Oké, hier ben ik gewoon nog nooit geweest. Oh, maar als ik er kijk dan. Wel een beetje erg hobbelig, hoor, hier, hoor. Kijk, daar rijden we net. Goh, je zal hier maar wonen, jongen. Net, echt net buiten Amsterdam. Jezus, wel erg krappe bochtjes, hoor, hier, hoor. Je kan ook echt gewoon totaal niet zien of er wat aankomt of niet. Kijk, die mensen lekker wonen dan, hoor, even zo aan het water. Amsterdam-Noord, dit is dat lekkere stukje, jongen. Je krijgt zo meteen nog die goede bochten. Pas op, gladheid. Remmen. Drempeltje op, drempeltje af. Remmen, want ik weet niet waar we naartoe gaan. Ik kan het niet zien. Nu kan ik het zien. S-bocht. Lekker man, ik hou van S-bochtjes. Ik kan ze alleen niet zien vanaf hier, hoor, maar... Oh, mijn grind. Zag jullie dat eventjes? Originele uitlaten, dat telt toch soort van als stil. Gezellig hoor, hiero. Slecht wegdek, nou dat kan je wel zeggen, jezus. Vlieg in mijn poren. Ik heb helemaal hobbels en scheuren en deuken. Deze weg is echt helemaal naar de klauwie. Kijk hier, dit bedoel ik, gekke gat in de weg overal. Oh, insturen. Wat een wegdek, jongens, even serieus. Lijkt wel of ze het expres zo laten, zodat mensen niet hard gaan rijden. Zie je, dan komen we zo weer bij Amsterdam-Noord. Oh, die hobbel was ook wel even gevaarlijk. Amsterdam-Bi! Jongens, laat nou een beetje ruimte voor me, man. Wat doen jullie nou allemaal? Stelletje prutsers. Oh, ik ga toch zeker langs deze bus. Ik voelde al een paar druppels. Alright fam, thanks voor het kijken. Vergeet niet, like, comment en subscribe als je nog niet geabonneerd bent. Ook naast, heb ik nog nooit verteld trouwens aan jullie, maar naast de abonneerknop zit een klein belletje. Als je daarop drukt, dan krijg je vanzelf een melding wanneer ik weer eens upload. Dus dan mis je nooit meer wat. BNB Poppert. En dan zie ik jullie next time. Peace!